Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Jordi zit nu lekker zijn flesje te drinken. Liam was al op tijd wakker. En ja, we gaan de dag beginnen. We gaan niks bijzonders doen vandaag, want ja, het is koud en ja, we hebben geen afspraken, niks. Dus we gaan lekker gewoon luieren vandaag. Ja, luieren. We gaan wel wat dingetjes doen. Maar, hè? We hebben geen verplichtingen. Nu gaan we even verder het nieuws kijken. Want dat vindt Jordi leuk. En dan gaan we rustig de dag beginnen. Liam? Wat ben je aan het doen? Jordi staat daar. Te zeuren. Liam, wat ben je aan het doen, kleine hooligan? Dit is niet de bedoeling, hè? Slimmerik. Echt, gewoon huishouden heb ik hier, zeg. Ik heb straks de kindjes naar bed toe gebracht. Vanochtend heel veel gechagrijn gehad vanuit Jordi en Liam. Uiteindelijk had mama's dat opgelost. Ik heb ze gewoon apart gezet. Nee. En nou is Liam alweer wakker. Want Liam was heel vroeg naar bed toe gegaan, hè? Ja, kijk je uit met je mond. Het soepstengel gehad. Hij heeft een soepstengeltje gehad. Krijgt hij dadelijk, krijgt hij wat drinken. Zijn grote broer die slaapt nog. Maar ik heb ook nog een pakketje binnen gehad. Want ik had de eerste kleedjes besteld voor het kindje. Dan had ik jullie natuurlijk al in een vorige video laten zien wat ik al besteld had. Maar dan heb ik de rest ook nog binnen gekregen. Ik ga even uitstallen. En dan kunnen jullie zien wat de eerste pakjes van de kleine wordt. Papa is nog even op zijn werk, die kwam iets later. En ik ben ondertussen de jongens aan het eten geven. Liam is het al boven op zijn hoofd zitten. Hè? Lekker rommelkontje. En we eten vandaag boerenkoolstamp met worstje. En wat ik meestal doe bij Jordi, Jordi moet altijd een beetje, hoe noem je dat? Aansporing hebben. Dan doe ik altijd dit. Komt hij aan, hè, Jordi? En dat wil hij niet. En altijd met dat, hè? Altijd, hè? Hey, hop. Zie je, hij wil wel. Dat is dus wat ik meestal bij Jordi doe. En nu is Liam aan de beurt. Liam. Goed zo. Je hoeft eraf. Joef zit ondertussen bij Liam te gooien, want die gooit van alles op de grond. Maar zit je toch allemaal luid te doen, jongen? Het zit ook echt overal bij jou, hè? Weer zit je vol? Toch niet? Oké. Okay. Nou, je mama lekker gekookt, hè? Liam. Eten.
Goed zo. Maar ze doen echt goed eten. Ze vinden het hartstikke lekker. Ja. Je zit altijd onder met eten, hè? Ja. Dan doet mama daar schone pyjama's pakken. En doen we jullie gelijk even omkleden. Ja. Dat is wat mama doet, hè? En even gelijk alles wassen met een washandje. Goedemorgen. Niels is heel eventjes voor mij iets halen. Ik had iets besteld en dat kon opgehaald worden. Dus dat is Niels nu doen. De kindjes zitten lekker te spelen in de box. En ja, laten we zaterdag maar weer beginnen. Liam, heb je een nieuwe stoel gevonden? Hij zat net op die kist, niet zo komt. Maar ze kunnen wel lief samen spelen. Als ze maar willen. Ik heb straks van alles met de kindjes nog gedaan. Toen heb ik de kindje uiteindelijk naar bed gedaan en toen ben ik zelf op de bank gaan liggen. En Niels ook, die lag ook op de bank. En op een gegeven moment zijn ze weer wakker geworden. Ik ben naar de winkel geweest nog. En nu is het weer etenstijd. En dan gaat Niels de kindjes eten geven. En Jordi is aan het zeuren. Hallo. Jullie zijn aan het zeuren en papa die doet hem even vermaken. Tuut. Maar papa niet tuut. Kijk eens dan. Dus ja, ze gaan even eten. En dan ga ik eten voor ons maken. Weet een broodje hamburger. En voor de rest zal het vrij weinig te doen zijn nou met die sneeuw wat we gaan doen. Sneeuw. Want ja, dat dus. Als je mij maar niet gaat ondersneeuwen. Daar ben je al. Je bent al ondergesneeuwd. Met mijn hormonale prikkelingen. Ja, daar heb je niks op terug, hè, Niels? Oh, jij bekend. Oké. Okay. Dus, ja. Dat je hormonale prikkelingen hebt. Oh, dat ik hormonale prikkelingen heb. Maar niet dat je ondergesneeuwd bent daardoor. Ik ben net buiten geweest, dus ik ben ondergesneeuwd. Oh ja, hij heeft de rolletjes van Joef opgeruimd. Dus, maar dat gaan we in ieder geval doen. En de kindjes hebben volgens mij honger. Jordi, wat is mama aan het doen? De pom. Doet mama jou kietelen? En? Mag mama dat niet doen? Oh.
mama mag dat wel doen, maar je weet gewoon wat mama doet. Hè? Je weet wat mama doet. Dat is lief van jou. Dat is heel lief van jou, Jordi. Ja. Ja, mama doet je toch ook altijd aaien? Mama een hele goede morgen. Wij hadden al een drukke ochtend, want de kindjes moesten uit bed, moesten even gedoucht worden. En nu zijn we onderweg naar ons nichtje toe, die was jarig. Maar in verband met de corona is het allemaal een beetje uitgespreid natuurlijk. En wij gaan daar nu heel eventjes heen, zodat we haar toch eventjes kunnen feliciteren en eventjes bijkletsen. En dan gaan we naar huis, gaan de kindjes slapen en daarna gaan we weer bij iemand anders op bezoek. Zo blijven we vandaag bezig. Maar dat zijn afspraken die al heel lang stonden. Dus ja, soms kun je niet anders dan dat. Zolang wij ons eigen gewoon prima voelen, de tegenpartij zichzelf prima voelt, dan kunnen we gewoon op bezoek. En Jordi en Liam zitten lekker naar buiten te kijken. Hé Liam, is leuk hè? En ja, we gaan dus op bezoek. Met ons hele hebben en houden. En toen waren we weer thuis. We gaan even brunchen. Kindjes liggen op bed. Dan ga ik zo dadelijk de spulletjes van de kindjes klaarmaken. En dan naar de volgende. Een hele goede middag. Wij zijn onderweg naar bezoek nummer 2. Kindjes hebben geslapen en hebben ook al gegeten net weer. Hé jongens. Volgens mij heeft Liam iets lekkers gevonden. Wil jij daar een stukje van? Krijg je dadelijk als we bij de bezoek zijn. Dus we gaan. Hij heeft wel iets anders. Oh, papa heeft alweer iets gegeven. Kijk. Wat heb je nou? Oh, je hebt bordenwolf. Maar in ieder geval. Natuurlijk zo mooi vast. We gaan weer op naar het volgende bezoek, zoals ik al zei. En ja, ik heb nog even ook geslapen. Wat heb jij gedaan, papa? Bankzaken beleggen. Oké, nou, dat dus. Wij zijn weer thuis. Niels ligt al onder een dekentje, hè, opaatje. Mm-hmm. En ondertussen is Joef hem aan het pesten. En Joef wil eigenlijk ook onder het dekentje. Ja, maar Joef mag niet op de bank, dus Joef heeft pech. Maar Joef is verliefd op baasje. En het was gezellig, hè Niels? Mm-hmm. Ja. Lekker gegeten. Liam heeft lekker dingen om mij kunnen spoken daar. Ja. Ja. Het voordeel is, zij werkt zelf op een kinderdagverblijf. Of in ieder geval, ze werkt met kleine kinderen. Dus zij. Ze werkt op kinderdagverblijf. Ja.
Dus hij weet precies hoe en wat het met kinderen werkt. En ja. Dus dat is altijd wel prettig, want dat betekent dat ze kijkt je niet snel ergens op aan of zo. Of ja, toch? En ze vindt het leuk gewoon om kinderen om te gaan. Ja, ze vindt ook Liam en zowel ook Jordi vindt ze ook hartstikke leuk. En ja, ze is gewoon gek op kleine kindjes. Dus ja, maar het was gezellig. Ik ga nu nog heel eventjes bankzaken doen. En dan ga ik voor Jordi voor morgen de spullen klaarmaken. Mm-hmm. Want wat gaan we morgen doen? Morgen gaat hij voor de eerste naar de opvang. Ja, kinderdagverblijf. Mm-hmm. Medisch kinderdagverblijf, feitelijk. Het is ook niet echt een medisch kinderdagverblijf. Het is meer... Een moeilijke naam. Ja, je moet eigenlijk zo zien. Het is een soort van kinderdagverblijf voor kinderen die meer hulp nodig hebben dan een normaal kind. Ook regulier. Ja, ook zowel medisch gezien als... geestelijk, alle aspecten in ieder geval. Dus ja. Maar dan ga ik daar de spullen voor klaarmaken. Ik vind het toch wel spannend. Ja, het is de eerste keer dat we Jordi eigenlijk bij vreemden achterlaten. Ja. Ja, want mijn ouders, de opa en oma van Jordi, die weten hoe ze ermee om moeten gaan. Behalve het ziekenhuis dan. Ja, het ziekenhuis is ook niet helemaal vreemd. Dan ken je op een gegeven moment ook wel de mensen. Mm. Dus dat is ook niet helemaal vreemd. Toen was Jordi nog klein. Ja, en je had daar heel vaak de rolerende mensen. Dus mensen die eigenlijk altijd er wel waren. Mm-hmm. Dus als bijvoorbeeld Jordi iemand had die Jordi nog niet gehad had. Dan vroeg ze altijd aan de collega van, goh, hoe gaat dit? Mm. Dus het is nooit zeg maar dat Jordi achtergelaten is of zo. Nee, niet achtergelaten. Ja, maar ik heb wel het gevoel dat we dat morgen een beetje doen, zo achterlaten. Ik weet niet, dat is, ja. Dat is een beetje het gevoel. Maar het is voor zijn ontwikkeling om met andere kinderen om te gaan. Ja, en ze gaan ook onderzoek doen, toch? Mm-hmm. Naar Jordi, met zijn prikkel gebeuren en alles. Dus, ja. Maar ja, ik ga heel eventjes acclimatiseren. Ja. En dan ga ik aan de gang om de spullen klaar te zetten. Nou, ik heb alles volgens mij in de tas zitten. Hij heeft daar een eigen laadje waar hij spulletjes heeft. Daar komen luiers in, luierdoekjes, crème voor zijn billen. Ik heb ook washandjes voor als hij kapotte billen heeft, dat ze nat kunnen maken en zo kunnen schoonmaken. Ik heb reservepotjes fruit erin zitten voor als het ooit een keer vergeten wordt. Je weet nooit. Hè? Ik heb twee knuffeltjes erin zitten die altijd daar blijven. Twee speelgoedjes, reservekleding, een bordje, een kommetje, een lepeltje wat hij kent. Een bekertje wat hij kent. Dus dat is wat er dan op zijn schooltje blijft. Ik noem het maar even schooltje. En dan heb ik ook zijn eigen rugtas, zijn schooltas, die heeft hij van zijn opa en oma gekregen als hij naar school ging. Nou, dat is nu dus de tijd. Daarin heb ik zijn bijtspeeltjes gedaan voor het geval ja, dat ze kunnen kijken van, hè, meestal heeft hij alleen dat slangetje. Maar dan kunnen ze kijken wat hij ermee doet. Hier zit standaard reservekleding in, luiers, dat soort dingen allemaal. En dan moet ik morgen alleen heel eventjes brood erin stoppen en zijn flessen en melk en ranja. En volgens mij heb ik het dan zo. Ik heb ook eventjes een briefje geschreven. Want ja, nou met die coronatijd, normaal mag je daar altijd mee naar binnen toe. En dat is nu niet. Dus ja, dan vergeet je misschien nog wel wat. En ik ben best wel zenuwachtig ervoor. Want ja, je geeft toch je kleine knulletje af. En daar heb ik gewoon ingezet van wat mee naar huis moet weer en wat mag blijven. Zodat ze daar in ieder geval een beetje inzicht op hebben. Dat is wat ik heb gedaan. Ik ga nu heel eventjes kleding voor Liam voor morgenochtend klaarleggen. En
Ja, dan ga ik deze vlog even editen. Nou papa, morgen spannende dag. Mm-hmm. Maar voordat die spannende dag begint, gaan we eerst even nog slapen. Wij gaan deze upside down afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.